Hey, hallo mensen. Ik heb net een leuk berichtje gekregen, dat wil ik jullie even meedelen. Ik ben nog wel eens aan het vloggen, zoals jullie allemaal weten. En een van de vlogs die jullie nog niet gezien hebben, is deze. Hier is de link. Dat is een vlog die ik even op verborgen heb laten staan, omdat ik deze eerst doorgestuurd heb naar dekbeddiscounter.nl. Nou, ik zou zeggen, bekijk het vlogfilmpje, dan weet je waar ik het over heb. En dan kom ik straks wel bij jullie terug. Oké? Ja, gezien? Nou, dan weet je ongeveer waar het over gaat. Ik heb dus gevraagd of ik tester mag worden. En het leuke is, ze hebben een berichtje teruggestuurd in de vorm van een vlog. Dan kan ik natuurlijk een linkje hierboven in beeld zetten, zodat jullie ook kunnen zien hoe dat eruit zag. Dat ga ik niet doen, omdat ik de privacy van beste meneer wil waarborgen. Waar het in ieder geval op neerkwam, is dat ze mijn vlog leuk vonden en dat ze er nog op terugkomen of ik tester mag worden. Bij voorbaat al 2 dikke duimen omhoog, dat jullie in ieder geval iets van jullie laten horen en dat je een reactie geeft. Toppie tot nu toe, en dat wil ik nog even gezegd hebben. En natuurlijk daarbij mijn vaste abonnees. Dit is natuurlijk de intro naar mijn vlogfilmpje. En als je hieronder gaat kijken, daar ergens, dan zie je ook een linkje naar nog een vlogje waarin ik een oproep doe. Dus allemaal vlogjes, allemaal linkjes. Als je het kwijt bent, geef niks. Ga ze gewoon allemaal bij langs. Ik zeg Dekbeddiscounter alvast bedankt voor het antwoord. Ik zeg tegen al mijn 40 abonnees inmiddels, bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. En nou ja, hoe het afloopt met Dekbeddiscounter, we merken het wel. Natuurlijk hou ik jullie op de hoogte.